Zondagmiddag speelt NEC zijn tweede thuiswedstrijd van het seizoen in de Goffert. Sinds de laatste thuiswedstrijd is er wel iets veranderd. Iedereen moet namelijk een zitplaats hebben. Dus ook vak 080, dat een staantribune is. Ja, we hebben te maken met geplaceerde zitplaatsen. Dat hebben we te horen gekregen twee weken geleden. In gesprekken die we hebben gevoerd, als dus het voetbal ook met de overheid, met de ministers De Jonge en Grappenhaus. En dat betekent dat wij geplaceerde. Zitplaatsen aan moeten bieden in het stadion. En dus ook de staavakken. daar moeten genummerde, geplaceerde plaatsen komen. En die hebben we dus nu voorzien. Ja, creatief geweest met wat verf, want het zijn geen echte stoeltjes. Hè? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Dat heb je natuurlijk ook niet bij de Efteling en bij andere parken die ook open zijn. En in die lijn hebben we gewoon gekozen voor geplaceerde zitplaatsen. Kun je het eigenlijk voorkomen dat mensen gaan staan? Nou, we gaan er alles aan doen met het voetbal en dat is wat we kunnen doen uh, om het te voorkomen. Om het uh, in ieder geval zo in te richten, ja, dan zullen de wedstrijden uit moeten wijzen in hoeverre uh, we dit tegen kunnen houden. Er zullen altijd excessen zijn, er zullen altijd momenten in de wedstrijd zijn dat het niet kan. Ben je bang op het moment als als, als het publiek niet wil luisteren uh, dat er consequenties aan zitten voor NEC voor een volgende thuiswedstrijd? Nee, maar toch doe je een oproep voor zondag zitten. Ja, dat is onze oproep die we ook als voetbal moeten doen, natuurlijk naar iedereen. Ik ben vorige keer ook het, uh, het veld op gegaan. En ik weet ook het was een geweldige sfeer in, in de Goffert. Een sfeer waarvan mensen zeiden: dat hebben we jaren niet meegemaakt. Ik hoop die sfeer ook zondag weer te hebben. En als we allemaal een beetje nadenken binnen de mogelijkheden en binnen het kunnen. Maar wij als voetbal zijn gewoon bezig om alles te doen om die wedstrijden gezond en veilig te laten verlopen. Binnen de restricties die er zijn. En uh, ja, daar hebben we nu dit weer voor gedaan. Daar zijn we heel druk mee geweest. En we gaan van het weekend weer kijken hoe we dat met z'n allen um, ja, in dwang kunnen houden, waarbij we ook reëel moeten zijn dat als er een doelpunt is of als er een bepaalde sfeer is, ja, dan zullen er ook momenten zijn dat dat niet gebeurt.